Een hele goede dag. Mijn naam is Ruud Cornelissen en ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over de toiletverlichting. Het is al een tijdje geleden dat ik een flow heb geplaatst op homiecornelissen.nl over de toiletverlichting. En ik was vanochtend bezig met het herstellen van mijn toiletverlichting in Home Assistant, in Noodred. En toen zat ik te denken, zou ik deze flow ook kunnen namaken in de Homey Advanced Flow? Nou, dat ben ik eventjes gaan uitzoeken en dat is me gelukt. Dus ik wil dat graag met jullie delen. Dus laten we snel naar de Flow Editor toe gaan. We zijn hier in de Flow Editor. En als eerste gaan we een kaart toevoegen. De bewegingsmelder gaat aan. Daar koppelen we een kaart aan, set aan. En dat is de kaart set aan van de toiletverlichting. Dus nu zal de beweging aangaan, de verlichting aangaan als er beweging is. Nou, dit is natuurlijk niet zo heel spannend. Het zit hem ook meer in het uitzetten van de verlichting. Je wil natuurlijk niet dat de verlichting te lang aanblijft, maar ook zeker niet dat de verlichting te snel uitgaat. Nou, daar heb ik het volgende op bedacht. We voegen een kaart toe, de bewegingsmelder gaat uit. En daar koppelen we een wachtkaart aan. En ik heb deze ingesteld op 1 minuut. Mocht dat voor jou niet goed zijn, kan je natuurlijk de tijd aanpassen in secondes of eventueel in meer minuten of minder minuten of ja, wat voor jou het beste werkt. Aan die wachtkaart koppelen de N-kaart. De bewegingsmelder is aan. Met deze kaart controleren we dus na die minuut of de bewegingsmelder aan is. Is de bewegingsmelder aan, dan zal er niets gebeuren. Maar is de bewegingsmelder uit, dan zal die de verlichting uitzetten. Omdat we daar de kaart zet uit van de toiletverlichting aankoppelen. Dit is eigenlijk al heel de flow. Met deze flow zorg je ervoor dat je minimaal 2 minuten verlichting hebt. Dan zou jij misschien denken, Ruud, waar komt die tweede minuut vandaan? Die komt vanuit je sensor zelf. Je bewegingsmelder heeft een blindtijd. En de blindtijd is de tijd dat de sensor niet reageert op bewegingen. Nou weet ik dat bij Acara Motion Sensors dat volgens mij 60 seconden is standaard. Of minimaal. Dus daar heb je al een minuut. En hier in de flow hebben we natuurlijk de wachtkaart op 1 minuut staan. Dus kom je op totaal 2 minuten uit. Mocht de bewegingsmelder uitgaan na de eerste minuut, dan heb je een minuut de tijd om te laten weten dat je nog op het toilet zit, door eventjes te bewegen. Mocht je binnen die tweede minuut bewegen, dan is de bewegingsmelder aan op het moment dat hij gaat controleren dat of de bewegingsmelder aan is. En dan zal de verlichting gewoon netjes aan blijven. Mocht je in die tweede minuut niet meer bewegen, dan is de melder natuurlijk uit op het moment dat hij gaat controleren of de melder aan is. En dan zal hij de verlichting netjes uitzetten. Hiermee zorg je er ook voor dat mocht ik het toilet afgaan en er loopt meteen iemand het toilet weer in, dan zal de verlichting netjes aan blijven, omdat er dan weer beweging is. En is die bewegingsmelder dus aan op het moment dat hij gaat controleren of die uit is of aan is. Dit is mijn flow voor de toiletverlichting. Vond je het nou een leuke video, doe even een blauw duimpje omhoog. Mocht je nog vragen hierover hebben, laat ze even hierachter in de reacties. Of stuur even een berichtje op het Homie Cornelissen Facebook, in de Facebookgroep. En ja, dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.